De beste wensen, hè? Beste wensen. Leuk dat jullie er weer zijn. Ook de beste wensen. Hoi. Beste wensen, hè? Van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie van Heerenveen. De grootste van Noord-Nederland. We hebben besloten tot deze relatief late datum, omdat we de trainers en de technische staf die vorige week in Portugal waren op trainingskamp er beslist bij wilden hebben. Ik kijk toch wel met een goed gevoel terug op afgelopen jaar. Begin van het jaar was het natuurlijk heel erg moeilijk. Moeilijkheden op het veld en buiten het veld. Maar daarna is het toch in opgaande lijn gegaan. Ik denk dat de club op alle drie terreinen, zowel financieel als organisatorisch, als voetbaltechnisch de goede lijn te pakken heeft. En dat was de afsluiting van het afgelopen jaar. We begonnen slecht, maar we eindigen op een goed niveau. En dat moeten we gewoon dit jaar weer oppakken. Wij komen hier elk jaar. En we komen graag bij Heerenveen. Hoeveelste nieuwjaarsreceptie is het al voor u bij Heerenveen? De 19. Dus ik ben al een oude rot. En ik blijf komen en ik vind het leuk. Ruim 900 bezoekers zijn woensdagavond naar de nieuwjaarsreceptie van SC Heerenveen gekomen. Na de officiële opening van Joop Akkerman en het buffet presenteert voorzitter en algemeen directeur Robert Veenstra het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren met als titel Een Nije Dij. Ons beleidsplan Een Nije Dij omvat het plan over de komende periode om Heerenveen duurzaam gezond te maken. Zowel sportief, organisatorisch, maar ook financieel. Sportief, dames en heren, betekent dat we de top van de subtop in Nederland en regelmatig kwalificatie voor Europees voetbal willen realiseren. Verzorgd, initiatiefrijk en aantrekkelijk voetbal. U komt hier ook om te genieten. Ik denk als er een stukje rust komt in de club, denk ik dat een hele hoop... Dat ze een mooie ploeg samen hebben en dat ze best hoog ogen kunnen gooien voor de ranglijst. Aan het eind van de avond is er een forum met Jan van Halst en de gebroeders Anker. De presentatie is in handen van Kees Jansma. Hoe ging dat in de couveuse? Hoe waren jullie als kleine eenijdige tweeling? Hoe leuk waren jullie? Probeer ik een serieuze Ivonie vraag te stellen. Ja, mijn ouders vonden de periode in de couveuse, en die was 7 weken, vonden ze achteraf de mooiste periode. Hoe komen alle frustraties daar vandaan? Bij mijn broer wel. En die is ook nog later geboren dan ik. Ja, dan was alle schoonheid was op. Ja. Maar dat was bij u ook al heel lang op, dacht ik, hè? En zo komt er een eind aan een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie.